Minder, Juri. Ja, ligt er, Dag. maar hij is gijs. Oh, mijn veder, oké. Okay. Oké, Catherine ook weer even. Touché la marque d'invocation. Ik weet niet wat die flex overkwam, maar die zal wat denken. Kut. Ja, dat zag er raar uit. Correct. Joriebs hebben ook maar één gehad, helaas. Misschien druk met hem. Ian is alleen maar met zijn Dark Souls 2. Ja, dat snap ik echt niet. Hoe kun je dat zo lang doen? Ja, klopt. Zo kut spel. Nou, dat is geen kut spel, maar ja, ik... Nee, oké, okay, maar het is echt... Ik je vind dat het zo blijft lang te gewoon een doen. kutspel. Er zitten nog steeds wel mooie bosses in en zo, maar ik vind het gewoon echt een kutspel. Trouwens, er is iemand op YouTube die heeft Dark Souls 2 uitgespeeld zonder bosses te killen. Wat dan? Die killen zichzelf. Je gaat toch niet zeggen over Jamfa, hè? Ja, Jamfa, juist. Wat dan? Killen die zichzelf? Nee, hey. Die kerel, dat is echt zo'n legend in glitches vinden en in games breken. En zijn video's zijn best wel entertaining. En hij heeft nou zo'n video van Dark Souls 2, waardoor hij zeg maar gewoon allemaal glitches toepast om dingen te bypassen en data aan te passen. Ja, niet letterlijk data aan te passen. Ik bedoel, het kan gewoon nog steeds heel makkelijk, laat ik het zo zeggen. Nou, sommige hij dingen vooral... zijn wel insane die je doet hoor, maar alsnog. Vooral de dingen die hij leest, de data van de game, waardoor hij eigenlijk ja, maar het spel kan laten verlopen. Hij heeft bij Dark Souls 3 heeft Dark Souls 3 uitgespeeld zonder te lopen. Dus alleen maar te slaan om vooruit te kunnen en andere ja. shit en dingen te doen, hè. Hij heeft letterlijk 2500 euro moeten wegleggen om dat te kunnen. Want er is een plek waar je dus niet voorbij kan, tenzij je met een andere... Tenzij je... Hij heeft zeg maar zoveel geld moeten wegleggen aan mensen die glitch hebben gezocht voor hem. Hey, want er zijn mensen die zoeken ja. letterlijk glitches. En hij heeft daar geld voor weg moeten leggen, want anders kon hij er zelf nooit voorbij. Zo bizar. Hij heeft ook Skyrim No Walking. Dat is een van zijn beste, jongen. Die is zo waar grappig. Is die kut, oma? Die is geliefd, volgens mij. Osama is er nog wel. Ja, maar ik zag ook I am Omar. Die is geliefd. Er zijn er twee. What the hell? Osama lagged. Wat? Moet je nou weer Boys? Wat? Osama lagged. Oh shit, kill hem snel. Oh. Oké, okay. Gelukt. Nog zo'n Helbert Estes kobbel, jongen. Ik word gesloopt. Ja, dat is wel een irritante combo ook. Maar... Ja, vepperen daar maar uit, maatje. Ik weet niet of Omar zichzelf wel gelaten zien, net liefst die ook gelijk. Hij is weer geliefd, hoor. Oh, ik heb dat niet gezien. Jawel. Ik ben bijna wel 100%, want hij kwam terug en ging daarna weer gelijk weg. Ik zag, dat ik zag hem in één keer heel tijd heel vaak, om een of andere rare reden. Ik zag dat weggaan niet staan, maar... Misschien killde het, of misschien liefde toen net die Osama. Die kijkt niet achter zich. Ja, nice. Hij heeft ook, hoe heet dit? Hij was aan het fabrunnen, dus ja. Oh, Lord ja, maar... Ragnar hebben we. Ja, maar dan nog moet je... Viking. Dan nog zou moet het Simon zijn, Juri. Van... Oh, wat is dit? Wat is dit? Oh, Demon X? Wat is dit? Demon Great X? Dit is de Kani. Hij mist ook HP, teken dat hij weer geen kettering heeft. Hij heeft dat niet nodig, zo goed is die. Kijk, ik vind, ze doen het altijd met dat schild omhoog, hè. Oh nee. Dat doet echt weinig damage, dat is zo niet waard. Wat is dit voor HP? Kill hem niet, kill hem niet. Laat hem leven, hij heeft, speel ermee. Hij heeft 700 speel HP. Hij heeft 700 HP. Kill hem niet. Pak een simpeler wapentje. Pak je vuist. Pak je vuisten, kom, we gaan hem in elkaar slaan. Ja, dat was nog te makkelijk. Vuist. I know.
Ik denk dat jij ook te veel damage met je vuist doet. Oh shit, ik kill hem niet. Ja, nee, die leeft nog, die leeft nog. Wacht, laat hem healen, laat hem healen. Pak je vuisten, Yuri. Niet je zestes. Niet je zestes, je vuisten. Nee man, ik moet weer alle wapens eruit gaan trekken, daar heb ik geen zin in. Ja, maar dat is gewoon te makkelijk man. Je hoeft er maar eentje weg te halen. Niet serieus nemen, jongen. Ah, we maken hem gewoon af. Nee. Laat hem leven. We moeten wachten toch op nog andere spelers. Wacht, laat hem eens even raken. Hoeveel damage zou hij doen? Hoeveel damage deed hij? Ik zag het niet. Mist jullie van allebei. Oh, we mist hem ook. Kom, raak me. Oh, Soulstream. Danger. Ik mis. Laat me rollen. Wow, dat was... Wat? Doet dat zo weinig damage? Of... Dat zal wel... Dat zal me niet volledig geraakt hebben dan. Oh, er zijn er drie, even serieus. Oepsie, hij is dood. Ja, dan zijn er toch drie, dus dat kan wel. Get your ass back here, boy! Deze kerel hield vol ledig zijn HP met één Estus. Deze kerel heeft echt niet veel HP. En ik probeer hem te killen met mijn vuisten. Ik kan de ladder niet op. Hij heeft... Wat? Nee, nee, nee. Laat mij hem killen, laat mij hem killen. Ik wil hem met de vuisten killen. Deze gast is fucking slecht. Ik help hem gewoon panisch maken. Oh, hij leert! Daarnet deed hij de hele tijd spammen. Ik jas hem met een dekker uit zijn attack. Dankjewel, sorry, waarom is dat niet te parryen? GG Audi. Kill hem. Wat zijn jullie daar aan het doen? Ja, ik kan niks doen, hij zit voor die deur. Oh, de muur. Ja, hij blijft dat de hele tijd doen, dus ik kan niks doen. Braan. Ja, ik was helemaal vergeten dat dit al wapens zijn. Oh, die muur. Die mauwer! Die verroekte mauwer! Hij heeft door dat ik daar niks kan doen en daarom blijft hij er. Als nou, kom op, Yuri, kill hem nou eens. Pak hem. Niet per ongeluk een mesje gooien ofzo. Nee, je moet dat echt niet doen. Je moet gewoon ons het werk laten doen. Ga er eens terug in, joh. Oh, we missen allebei. Dit is lang geleden, deze wapens, jongen.
Ze hebben vergeten dat deze erin zaten. Nou, kijk, een berg bij je fucking muur. Als dat geen muur was. Dat was een slimme actie. Als dat geen muur was, had hij dat lopen ladder campen sowieso. Yep. Waarom denk je dat hij daar zat? Nou ja, goed. Ja, omdat hij dacht. Dat was die Ragnar, toch? Ja. Ja. Als hij weer komt, gelijk naar die muur, naar die mouwer. Ja. Maar ik ga er niet in trappen, ik ga hem niet openen. Zoef. Is dat die Demon X kerel weer? Wellicht. Is toch wel echt druk vandaag. Ja, zo te zien wel. Het is wel goed dat we vandaag aan het spelen zijn. We hebben Hobo Yo weer, die is niet zo super slecht. Wat? Of was dat iemand anders? Die is bagger. Wie is dat ook alweer? Is dat zo'n Pyromancer kerel of is dat iemand anders? Die is vreselijk. Oh zo, het zijn er drie. Correct. Oh, de Pope is terug. Je vriend, Fucking Pope. Papist. Popiste. Oh, daar is Greg nou weer met z'n wat. Tot dood. Oh, ik ook. Los. Kanker, pyromancer, cancer, caster. Right. Hij kijkt niet achter zich ook. Ah! Net te laat is mezelf opgesteld. Je muur is open, vriend. Bijna een hartaanval, hè? Heb je die steef nog, of niet? Ja, maar die gaat wel heel ver terug, maar ja, dat maakt op zich niet uit. Dan maak je toch nou een save, zometeen? Ja, kan. Hoeveel ziekbaar heb ik nog? 120, ja. Ik heb nog eentje. Kut, oma, kom hier, ik heb een haat aan die naam. Ik heb nog maar één ziekbureau. Echt, mag maar één, ook in stoortjes op. Ja, dat moet wel een keer opgevoegd worden. Maar als het goed is, heb ik een hobo killed zichzelf. Oh ja, jij hebt een 17. Nee, niet. En ik heb nog een save staan met 30 of zo op dit account, of iets van 40. Maar op mijn lager account, dan heb ik er nog heel veel. Je had die save eigenlijk eerder moeten maken. Maar... Ja. Maar ja, boeit mij niet uit. Ja, 30, 40 is sowieso wel genoeg altijd voor één sessie, hoe lang die ook is, of ja, dat is waar, maar een save terugzetten is letterlijk minutenwerk, dus ja. Correct. Fucking Omar zoekt de hele tijd iemand anders. Blijkbaar. Waarom blokt hij dan niet gewoon iemand? Zo dom, hè. Maar ja, als iemand blokt en je hem weet, dan krijg je de hele tijd foutmelding dat je er niet in komt. Maar je wordt er alsnog wel poging eerst om erin gestuurd te worden, maar dan krijg je foutmelding. Dus dat is ook niet handig. Spant er hier bovenheen. Schitterend. Oh, dat is Dominico maar. Is dat die Pyromancer? Ja. Yeah. Gaat naar de derde buurtrus. Oh, je bent helemaal bij boven? Ja. Yeah. Kom maar aan.
Kom op de muters. Kom hier. Je bent aan het fabrunnen, fijn. Fucking... Wat? Je bent aan het fabrunnen. Nee. Fucking Beatrix battles, jongen. Echt irritant. Waar was je nou? Je was toch net hier? Ja, hij zit daar. Oh! Oh. Ja. Belongs to you, the kiss we will paint the promised view of a moonlight wonderful. Oh, spawnt er een. Oh, trouble. Even kijken, waar? Jongen, is hij zo retarded? Nee. Oh, hij kijkt ook gewoon echt niet achter zich, hè? Waarom zijn mensen zo kankdom, joh? Fucking kettering niks! Oké, dit moet ik dichterbij zien, joh. Ja, die gast is sowieso niet goed. Misschien lieft hij wel omdat hij ons niet kan vinden. Ja, sowieso is hij naar het begin. Ik moet hem even, ik moet zien. Deze keer moet ik mijn eigen ogen zien. Joh, hij ziet me nog niet. Oh, nu wel, hè? Toch? Ja. Oeh, dangerous. Well, die damage lijkt wel redelijk normaal. Ja, maar lightning doet sowieso veel schade. Oh, die wacht, de anderen komen ook zo te zien. Ik wil even mijn dagger aan doen ofzo. Oh, treden. Dat val je mee? Dat zou echt meer damage moeten doen, ja. Ja, zijn twee attacks doen meer damage. Ja, trots op jezelf. Dat zie je wel. Net als dat je zo'n gehandicapt persoon in elkaar slaat, dit, hè? Als allemaal gewoon pent-up aggression wat ik heb. Iedereen is een slachtoffer. Iedereen is een slachtoffer. Nou ja, het zijn alleen... No mercy. Het zijn alleen wel dit soort mensen die... Ja, misschien mist hij wel een arm of zo speelt hij in ieder geval. Waar dat bij kan. Ja, dan moet hij dat spel maar niet spelen als het te moeilijk is voor hem. Ja, maar kijk, als het... Ja, maar dat is het spel niet wat te moeilijk is voor hem. Het is wat jij bent te moeilijk voor. Past, ik nou, ben zo slecht. Denk... Iedereen kan mij aanpakken. Ik denk dat iedereen te moeilijk was voor die kerel net. Ja. Behalve misschien Bobina. Bobina, jongen, dat zou ik eens willen zien. Twee van die ultra scrubs, jongen. Ja, soms kan je dat met die blues zien. Dat is echt altijd zo mooi. Ja, we hebben dat wel eens. Ja, maar die blues, die kunnen allemaal niks. Al die blues, die kunnen niks. Dat is een soort, je krijgt een beperking. Als je blue binnenkomt, dan krijg je een bepaalde beperking. Oh yes, ze zullen worden eruit getrokken. Oh, zijn er drie. Oh, dat is die Audi weer. Ik denk meer mentale beperking. Gewoon in je hoofd gaat het dan niet meer goed, automatisch. Nee, you son of a bitch! Ah, what? Pussy! Nou ja, whatever. Die gast heb ik net in elkaar geslagen met mijn vuisten. L1. Is dat L1? Nee, maar je weet wat ik bedoel. R1. Wie moet ik nou helpen? Ik zit mij toe. Niet. Ja, oh, oké. Hij loopt naar de Silver Knight, laat maar kapot gaan dan. Kom maar dan. Volgens mij gaat dit ook wel goed. Ja, het is niet dat ik jullie kom helpen, het is meer van ik ga niet vechten op Beatrice, ik heb geen zin in. Nee, heb hem ook gewoon. En anders moeten we weer wachten op meerdere spelers. Ik wil even een 3 tegen 3 doen, man. Daar is de tweede weer. Relieved. Ah, die gaat toch liever. die ziet het alweer aankomen. Wie was dat? Ja, dat is zo'n kerel, die is echt mega fucking slecht. Die R1 spamt de hele tijd, weet je wel.
Ik had op dat moment toch al mijn vuisten vast, dus ik dacht, gaan we in elkaar staan met mijn vuisten. Maar dit keer lief hij niet om een of andere rare reden, dus misschien nog komt niet. Ja, dat goed is voor deze. Ja, daar heb je hem. Je hebt sommige mensen waar is die ook... pyromancer nou, jongen? Je hebt sommige mensen die komen en dan lieven ze. Ja. Maar ja, die pyromancer is ook eigenlijk niet leuk om tegen te vechten. Die keer gaan alleen maar op afstand casten. Ja, die kerel vind ik ook te veel pussy. Hey, daar is jouw goede vriend. Och, huh? Ze zijn er alle drie trouwens, pas op. Ben even een check staan, rustig aan. En die Spider-Man is me echt als eerst dood. Ik heb echt gewoon geen zin om tegen te werken. Ja, maar hij gaat wegrennen. Jongen, wat voor kankomo is het? Het zijn er drie, man. Pas, ik heb hem niks te pakken, man. Ja, vind je het gek? Dat is een van de slechtste van de hey, ik kan er zo nog eentje aan. Kijk uit, want hij gaat weer naar die deuren toe. Ja, doe jij dat maar. Oké, okay, nu kan ik hem wel weer aanpakken. Oh, vriend. Hij is dood. Die is dood. Wat zijn er voor gasten, man? Oh, dat is Dominico dus, ja. Die durft zo weinig. Wauw. Hij doet aan de verkeerde kant. Jongen, dan gebruikt hij Force, maar dan weet hij niet hoe hij het moet gebruiken. Die heb ik een keer op YouTube voorbij zien komen en die denkt, oh, makkelijk. Dan heb jij een kettering aan en dan overleef je het nog. Ja, hij doet het ook aan de verkeerde kant, dus ja, dus, net ja, heeft het helemaal je moet, niet. Je moet naar de andere kant kijken. Komt er nog eentje aan, kijk hard. Kutten is, ik swapte net yes. Per ongeluk naar mijn verkeerde wapens. Ik zit allebei hier. Ik ben er. En zij zijn er snel niet meer. Oh, dan valt hij, hij valt dat dood neer. Ga niet naar die fucking dingen toe. Oh, nu heb je echt je die doodcertificaat. Wie gaat er nou weer die kant? Wat een loser. Naar de boss fight, denkt hij. Snapt hij niet dat dit doodlopend is? Het enige wat hij... is gewoon irritant. Probeer niet te ver te lopen, anders gooi je in één keer een cutscene aan. Oh shit, heb ik die niet al een keer gedaan? Nee. Maar je hebt geluk dat, dat jij daar... tussen beiden kwam. Je hebt echt geluk. Ja, want anders had hij gewoon nog een keer geslagen en dan was hij er. Hey, Audi is weer naar huis. Ja, dat is een verrassing. Ik denk dat ik straks wel aan mijn tweede playthrough ga beginnen met deze character, want dan kan ik een beetje wat beste gaan doen. Maak een pont of character. Nee, trouwens doe maar niet. Ik snap al waarom je dat zegt. Weten we denken alleen maar terug aan Ian's ofzoiets. Ja, inderdaad. Ja, ik wil best wel een low-level character maken en dan gewoon in Eyewall. Nee, dat is saai. Dat gaat niet, man. Dat is allemaal kut. Niemand speelt daar nog, jongen. Iedereen speelt hier. En sowieso, dat zijn allemaal van die laag-level scrubs, jongen. En dan word je allemaal gedownskilled. Als de pest, daar krijg je geen zin in. Ja, ik deed toen over Crucifixion Woods, maar dit is wel leuker. Ja, Crucifixion Woods wel ook nog beter dan High Woods. Jongen, je pakt gewoon de parry spammen. Dus gewoon parry spammen totdat het lukt. En hij trapt erin. Ja, oh, hij was gewoon one shot. Ja, hij had en geen. Is hij weer. Hij had geen goede resistance. Nee, zo te zien niet. Bagger armor. Tafelkleed armor. Dat is. Jongen, wie gaat dat nou weer gebruiken? Je bent echt zielig, maat! Zeker, hij is bang. Ja, je doet ook nog de verkeer. Ja, nu ga je eraan.
Hij heeft zijn revenge. Oh. Hij heeft zijn revenge. Terecht dit. Als je force gebruikt, dan verdien je dat ook. Ja, maar ik keek van de bollek af. Waarom die andere kant op? Snel naar het begin. Ja, kom. Waarom staat ze, meneer? Oh, gaat hij hem nou aanvallen? Ja, het is een mad. Hij wil flex aanvallen. Wat een mogol. Die is zo dood. Ik ben naar beneden, hè? Kom je? Ja. Flex had hem zo killen, natuurlijk. Ja, trouwens. Ja. Maar als hij hem niet killt, dan heeft hij echt één super zwakke schakel in zijn team. Dus... Als we nou een derde in vrede krijgen... Ja, of hij probeert vrede met hem te maken, maar ik zie niet wat dat in zijn voordeel heeft inderdaad. Want met deze teamgenoot zie je niet veel op. Alhoewel, hij killt wel één iemand uit ons team. Schopt hem er ja. Vanaf. Ja, het was een kick ook nog. Die kick, ja. Zeg ook, ik ben ook... Wat? Gewoon in jullie wat? Ik ben totaal niet goed. Ja, dat is geen excuus. Deze keer ook helemaal niet goed. Ik verstond er niks van. Ik verstond dat ik ben totaal niet goed. Ja, ik ben waardeloos. Ja, maar deze keer is nog waardelozer. Oh, iemand is dood. Ja, wie zou dat zijn? Flex, dan ga ik echt... Dan kom ik niet meer bij, hoor. Ja, als dat zo zou zijn, dat de kans dat dat zo is... Ja, dat zou nooit overkomen. Kut, ik vergeet dat ik er morgen vroeg uit moet. Die extra paar minuten maken nu ook niks meer uit. Nee, ja, maar maakt niet zoveel uit. Ik moet naar België, naar mijn opa en oma. Oh? Wanneer? Hoe laat? 10:30 moet ik iemand ophalen. Moet ik mijn moeder ophalen. En dan moet ik een 1.5 uur rijden. Wel 10:30, valt op mij. Ja, 1.5, een uur en een kwartier. Hey, heb je hem neergeleid? Juri, heb je sein weggelegd? Juri? Ja? Heb je sein weggelegd? Ligt hij er? Ja. Dat kan soms. Maar meestal als we geen 3 invaders hebben, dan zie je hem toch wel redelijk meteen. Het wachtwoord Henk, toch? Ja, de hele tijd al. Ja, er zijn er 2, hè? Meestal. Ja, Pro is weer terug. Meestal die kerel die eraf heeft geschopt. Leg even je sign opnieuw weg, Juri. Kijk of het werkt. Oh, Pro wordt weer gekild, zo te zien. Ja, hij is al dood. Maar leg even opnieuw weg, misschien is er iets. Heb ik al gedaan. Oh shit, dat had je beter niet kunnen doen, maar ja. Kwam die dat zeker? Ja, hij kwam en hij verdween. Ja, misschien heeft Pro Juri geblokt. Zo, nee. Die we niet meer terug te hebben, bam, nee. Blokken. Nee, dat kan niet, want dan zou je hem alsnog wel zien. I know, maar het is raar dat hij pas tevoorschijn komt als het ding het weggaat. Ja, maar ja, hij was toen nog niet The Witcher dood. 4, set to be unplayable for millions of us. Wat zijn deze kankerdomme artikelen, jongen? Huh? Mist wat je hebt geblokt. Waarom zeg je niet dat er enemies zijn? Ja, ik dacht dat je wel een speler was. Nee, ja, ik was even op mijn telefoon aan het kieken. Nou, gelukkig, Mist, die is weg. Faggot, weer zo'n glitch hier. Hoef jij niet te hebben. Ja hoor, zie je? Hij swapt gewoon naar fucking quickstep, zo'n... Ja, dan glitch je om maar uit, de glitchie. Flexi-plex. Rejoin. Zijn vriend is terug. Kom op, val hem aan. Valt alles aan. Ik ga even kijken of hij er weer is.
Hoe is dat nou weer een backstab? Ik kijk, ik sta gewoon naar hem te kijken. Echt jongen, Flex, je bent echt zo'n zielig ventje met dat kankercurve soort wapentje van je. Die is dood en vier klap. Run away! Ja, je bent echt zielig. Hij force! Ik zag hem al switchen. Hij doet gewoon niks. Panic, panic, panic. Oh, mooi man. Zag je die fucking turnaround en vestige op zijn teamgenoot? Oh, dat is zo scrubby, jongen, maar prachtig om te zien. Hij was.